Karen Lucassen, choreografe bij Gouden Dans. Vandaag in het Mozaïek doe jij samen met een 35 deelnemers een voorstelling Kom dans met mij de danson. Ja, dit is een project. Het is ontstaan vanuit de samenwerking met de dansers, de oudere dansers, het wijzere gedeelte van de Wiegense bevolking. En samen met die dansers hebben wij 15 weken gewerkt rondom de Cubaanse dans, de danson. Maria, kun je mij vertellen hoe het is gekomen dat je je hebt aangemeld voor dit bijzondere project? Daar heb ik lang over nagedacht. Ik vond het een hele moeilijke beslissing. Maar ik heb toch een mail gestuurd en me aangemeld. Het is namelijk zo, ik heb ruim 1,5 jaar geleden een hersenbloeding gehad. En ik had best wel moeite om mijn leven weer op de rit te krijgen. En toen dacht ik, dit is misschien een goede gelegenheid om dat uit te proberen. En zodoende heb ik me aangemeld. En daar heb ik geen seconde spijt van gehad. Vanaf het eerste moment dat ik hier binnenkwam, leek het net een warm bad. We waren allemaal verschrikkelijk lieve mensen. En ja, iedereen mankeert wel wat. Dus als je je best doet, dan is het goed. Dat is eigenlijk wat die dans doet en wat die muziek doet. We beginnen heel rustig. Die danson is redelijk behapbaar. Het is een beetje traag, maar wel heel bewegelijk en vloeiend. En vanuit daar zijn we eigenlijk steeds een stapje verder gegaan. Dus dat ging zonder haperen. We hebben al Waalwijk, we hebben Stadskanaal op de planning staan. Er zijn binnenkort voorstellingen. En volgend seizoen gaan we door in Oosterhout, in Veghel, Apeldoorn. Dus we hebben zo onze theaters in Nederland en we gaan we toeren rond. Ik ben enorm trots op ze en het is een heel mooi project. En het is, ik ben heel blij dat ik daar ook onderdeel van mag zijn.